Nicola, kan je eens inhoudelijk uitleggen wat de accelerator van Idealabs precies kan betekenen voor startups? Ja. Onze bedoeling is om te faciliteren. Dus we gaan een neutraal platform bieden voor startende ondernemers om op 3 maanden tijd eigenlijk van een vaag idee of een vaag businessplan naar een werkend model te gaan. En dat doen we op een aantal manieren. We doen dat onder andere door een draaiboek te voorzien dat de nodige ruggengraat biedt. En dat doen we door in de eerste weken wat marketinglessen te geven en dan halverwege, als ze payments nodig hebben, om daar een expert van te laten komen. En dan kunnen ze eigenlijk op 1 dag elk onderwerp naar de opbouw van hun prototype tackelen. Anderzijds voorzien we natuurlijk ook een stukje kapitaal, 15.000 euro in ruil voor 10% van het idee. En met die 15.000 euro kunnen ze 3 maanden lang alle factuurtjes die hun kant uitkomen, kunnen ze gaan betalen. En dan nog een ander aspect zijn bijvoorbeeld de mentoren, ons netwerk, de stars en dergelijke, de risico-investeerders die wij kennen, die wij kunnen bieden aan die starters. Ook een beetje het pand waar dat we zitten. Ze krijgen fantastische faciliteiten, onder andere deze tuin. En dat draagt allemaal bij een beetje tot het totale pakket. En dan kunnen ze bijvoorbeeld kennis maken of advies vragen aan partijen zoals Edial van Gitsi. Edial heeft een van de meest succesvolle start-ups momenteel in Berlijn. En hij is hier deze week omdat we hem hadden uitgenodigd voor een event om een toedracht te komen doen. Ja, dus als zo'n partijen hier eens langskomen, ja, dan zijn zij wel benaderbaar om eens een aantal praktische vragen af te toetsen aan zo'n reeds ervaren of succesvolle ondernemer. Ja. Dus je krijgt heel veel waarde eigenlijk als je in zo'n accelerator meestapt. Als je echt je idee tot een werkend prototype wilt ombouwen. Ja, ja, ja. Ideal, welkom trouwens. Misschien eens kort uitleggen wat Gitsi precies doet. Ja, wij zijn een start-up in Berlijn. We zijn 1 jaar oud en we zijn nu met z'n 11. En wij zijn eigenlijk een marktplaats waar je activiteiten kunt aanbieden. Dus eigenlijk kun je bijvoorbeeld een rondleiding aanbieden of een co-class of iets totaal anders. En dan proberen wij het heel erg simpel te maken om het voor mensen te boeken, maar ook om elkaar te ontmoeten, bijvoorbeeld. Dus, ja, er zijn allerlei verschillende dingen te doen in Berlijn, in Amsterdam, in New York en San Francisco. En afgelopen week zijn we eigenlijk wereldwijd gegaan. Hoeveel users hebben jullie ondertussen? We zijn nu in meer dan 60 landen. Ja, dus het is wel, 60 ja. Landen. Mooi. En ik heb opgevangen dat jullie een financieringsronde afgerond. Ja, in januari hebben we een financieringsronde gehad van Amerikaanse investeerders en Deense investeerders. En eigenlijk ja, een investeerder uit Engeland. Ja, en daarmee kunnen wij nu ook groeien. Kan je enkele namen van die investeerders noemen? Ja, we hebben Index Ventures. Die is een grote. Ja, Index Ventures zijn een van de beste investeerders van Europa. Ja. En dan hebben we Sandstone Capital, wat een Deense VC is. Heel erg goed. Ashton Kutcher, de acteur. En dan hebben we nog wat angel investeerders. Zoals de gasten van SoundCloud en de CTO van Amazon. Ja, met andere mensen. Een hele goede ronde. Dus daar moeten wij ook naartoe in België, hè? Ja, dat is zeker. Ook succesverhalen. Huh? Ja, ik hoop het, ja. Ja, ik denk dat Idealabs en Bluevi daar wel een rol kunnen spelen. Ik denk dat wij daar een ideale samenwerking kunnen betekenen. Dat komt zeker goed. Fantastisch. Mooi, cool. Allebei bedankt voor het interview. Geen probleem. En tot de volgende. Yes. Yes.